Oké. Nu gaan we er dus eigenlijk wat tekst in zetten. En wat ik al zei met die kopjes en paragraaftekst, als het dus een kopje is, dan gebruik je dus een H1 of een H2 of een H3. Nou, in principe de grootste tekst die in een pagina staat, die heeft ook de hoogste head. Dus dat is de H1. En wat ik doe is meestal gewoon, als ik goede tekst, de juiste tekst in mijn Photoshop document heb staan, kopieer ik gewoon het uit Photoshop. Dit duurt heel even. Dus je selecteert gewoon je tekst. Kopiëren. Gaat hier naar je juiste plek, big text. En nu is het zo dat elk artikel heeft dus een head, als het tenminste, dat is vaak. Dus deze heeft een head en wat content. Deze heeft een head en wat content. Deze head heeft een head en content en zo verder. Dus deze artikelen, die hebben allemaal een kopje en content. Nou, voor zo'n head moet je dus ook aangeven dat het dus een head is. Dus je geeft hem al aan met een head door middel van aan te geven dat dit dus een H1 is. En dat werkt dus zo, H1. Achterkant sluiten. Maar je zet er ook nog omheen dat het dus een header is. En die header die hebben we al eens een keer teruggezien, want dat is dezelfde die we dus hier ook hebben gebruikt. Daarom gaf ik hier ook een ID aan, zodat het toch een uniek ding was. Want die header die komt namelijk nog een keer terug. Op elke plek waar een kopje staat, daar staat dus ook nog dat header element omheen. Doet het verder nog iets? Nee, het doet eigenlijk helemaal niks. Het zorgt er alleen voor dat de browser weet van oké, hier staat dus een kopje. Dus eigenlijk om de browser, de zoekmachine eigenlijk te helpen, zullen we zeggen van oké, dit is dus header informatie. Nou, wat is na de header? Hebben we dus content. En het rare is dat hij die content, Dreamweaver kent het element nog niet. Dus je moet het echt volledig typen, maar zo zit het wel, zo zou het wel opgemaakt moeten worden. En hier komt dus de content tekst. En dat is dus eigenlijk dit gedeelte. Dus je pakt je teksttool. Selecteert even wat tekst. Even kijken, Dreamweaver. En je plakt het dus erin. En je geeft aan dat het paragraaftekst is. Dus dat is met een P. En je sluit het ook weer af. Dat moet er echt tussen staan, hè? Dus tussen die twee dingen in zet je dus, tussen die P-elementen zet je dus de paragraaftekst in.